Goedendag, mijn naam is Aart Martijn. Bereik mijn recht op door twee punten. 9 punten, recht gegeven door punten A en B. AX in I1, BX in I2. Wat zijn de bereikingen deze rechten? Wel, deze rechten gaat door A en B, dat zijn de andere rechten. Daarvoor gaan we de bereikingen van I min I1 gaat door I2 min I1, X2 min X1, maal X min X1. Belangrijke formule. Onthoud, dit getal hier, I2 min I1, ja, is de Ricoh-coëfficiënt. Je mag ook kiezen I2 en X2. Richtingcoëfficiënt. Ja? De richtingcoëfficiënt I2 min I1, X2 min I1 wordt in een andere video berekend. Hier gaan we toepassen om rekening te stellen. De Ricoh, ja, mag je ook I1 min I2 door X1 min X2 kiezen, zolang je maar dezelfde volgorde kiest met hetzelfde noemer. Ja? Dus de formule voor een vergelijking van de rechten. Mag bijvoorbeeld hier A1, 2, B min 1, 5. Deze vergelijking. We gaan vergelijkingen zoeken door punten 1, 2 en min 1, 5. Wat we altijd eerst doen is de Ricoh berekenen. De Ricoh is dus I2 min I1 gedeeld door X2 min X1. I2 min I1 betekent hier 5 min 2. Dus dit is I2 min I1, 5 min 2. Dan vinden wij min 1 min 1 is dus 3 gedeeld door min 2. Ja, dat is Rico. Ja. Dit schrijven we als min 3 tweede door de min in de boven schrijven. Dan de vergelijking wordt dan I, de vergelijking van de rechten. I min I2 is Rico min 3 tweede maal x min x1. Welke gaan we kiezen? We kiezen de onderste. Dan is I min 5 is dan min 3 tweede maal x. En die min 1 wordt plus 1. Die min 1 hier. Dus dan krijg je dus I is min 3 tweede x min x1. Ja. Je kunt ook de bovenste kiezen. Dus I min 2 is min 3 x min 1. Niet dan plus, sorry. Ja. Je kunt zelf welke de beste is, welke de gemakkelijkste is, dat kies je zelf. Je kunt dus twee mogelijkheden, ofwel de eerste of de tweede. In ieder geval, als je uitwerkt, dan krijg je 3x plus 2i min 7 is 0. Je vindt in beide gevallen 3x plus 2i min 7 is 0. Als je die twee wegwerkt en zo uit, krijg je niet. Dus we hebben gekozen. Dus de vorm is ax plus bi plus c. We gebruiken altijd de vorm hier, ax plus bi plus c is 0. Je hebt ook andere vormen, dit is de standaardvorm. Dus ax plus bi plus c. Volgende voorbeeld, ja, dus niet die tweede, maar ook daar krijg je 2, krijg je min 10. Zo kun je uitwerken, 3x plus 2i min 7 is 0. Ja. Dus uitwerken van vergelijkingen, ja. Gewoon, dan wordt dat hier een 2, dan wordt dat hier 5, min 5, min 2 wordt min 7. Ook hier krijg je dezelfde uitkomst. Dus 3x plus 2i min 7 is 0. Tweede voorbeeld, A, 3, 4 en Rico 1, 2. Dit is een gemakkelijke vergelijking hier, want hier heb je reeds Rico gegeven. Dan is het gelijk wordt I min I2 is Rico 1, 2 maal x min x1. Nu moet je wel 3, 4 gebruiken. Dan krijg je I min 4 is 1, 2 x min 3. Als je het uitwerkt, die twee wegbrengen, dan krijg je 2i min 4 of I min 1, 2 x is min 3 tweede plus 4. Als je dat dan uitwerkt, krijg je min x plus 2i min 5 is 0. Dus als je het uitwerkt, min 2x plus 2i min 5 is 0. Ja. Dat is de vergelijking van de rechten door twee punten, ofwel een richtingcoëfficiënt. Je breekt altijd eerst de richtingcoëfficiënt. Ja, en dan krijg je i min i2 is je Rico van x min x2. Ja. Richtingcoëfficiënt vergeten en zo uitwerken. Hier een voorbeeld met richtingcoëfficiënt. En soms krijg je direct richtingcoëfficiënt. Dan wordt je vergelijking een beetje sneller. Dank u wel.